Het oude Friese stadje Franeker heeft met zijn inwoners het feest gevierd van het 100-jarig bestaan van de permanente commissie der Kaatspartij. Ter gelegenheid van dit feit was er uiteraard een uitgebreid programma van wedstrijden, waarvoor ook veel buitenlandse deelnemers naar Friesland waren gekomen. Twee Belgische ploegen speelden een demonstratiepartij van het Jeu de Pelote, dat veel overeenkomst heeft met het Friese kaatspel. Dit Belgische spel heeft echter een enigszins andere speelwijze en ook het speelveld heeft een andere vorm. Er werd ook een internationale wedstrijd gespeeld in het Friese spel tussen een equipe van eigen bodem en een formatie uit België. De Friesen waren in hun spel verreweg superieur. De kaatsport, waarvan Franeker steeds de residentie is geweest, is in de provincie Friesland nog altijd een ontspanning geweest die belangstelling heeft van de ouderen, zowel als van de jongeren. Het kaatsen is vermoedelijk afkomstig uit Griekenland. In de loop der jaren kwam het terecht in onze noordelijke provincie, waar het vele enthousiaste beoefenaars vond. De permanente commissie in Franeker, die nu haar 100-jarig bestaan viert, komt de eer toe de kaatsport in ons land in goede banen te hebben geleid.